Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur laat in een bekendmaking van haar ministerie weten dat de schooldeuren op maandag 17 februari normaal open zijn tot 1 uur. De bewindsvrouw richt zich daarbij vooral tot de leerkrachten, schoolleiders en directeuren. De bewindsvrouw reageert hiermee op de oproep van de BVL als voorzitter Rishma Mangri om de scholen maandag om 10 uur te sluiten. Voor de onderwijsminister is het belangrijk dat de scholieren in de gelegenheid gesteld worden onderwijs te volgen. Minister Ferrier laat weten dat er disciplinaire maatregelen getroffen zullen worden als de scholen gesloten worden. Intussen hebben verschillende bedrijven en organisaties aangegeven dat zij tot 1 uur gesloten zijn, omdat zij hun werknemers in de gelegenheid stellen mee te doen aan de protestacties. De organisator van de actie, Stefano Biervliet, meer bekend als Pakito, heeft de vergunning gehad om de actie op het Onafhankelijkheidsplein te houden. Naast bedrijven en organisaties hebben nagenoeg alle oppositionele politieke partijen aangegeven mee te zullen doen met de actie.